ben PJ van Beest, 32 jaar, geboren getogen Enschede. Ik heb eerst 13 jaar lang American football gespeeld. En ik wou eens een keer wat anders dan een teamsport. En ja, wat is er meer individueel dan een vechtsport? Vandaar MMA en ja, gewoon kickboksen. Dus het is alleen maar kickboksen. En MMA is gewoon alles. Het stoten, het trappen, het doorgaan op de grond. Het technische gedeelte van het grondgevecht. Jezelf testen. Ik doe dit voor de lol. Ik vind het leuk. Competitief zijn vind ik leuk. Mezelf testen vind ik leuk. En kijken waar ik, wie ik, ja, of ik beter ben dan mijn tegenstander. Ben je wel een vechter die graag op afstand vecht? Dus veel trappen. Hij doet ook aan taekwondo, dus hij gebruikt dat ook. Hij is heel fysiek, dus heel sterk. Dus hij smijt ook graag met de tegenstanders. Sterke punten vind ik doorzettingsvermogen. Dus hij gaat altijd door. Hij weet goed om te gaan met incasseren. Dus mocht hij een klap krijgen, slaat hij niet dicht. Maar komt hij eigenlijk nog meer in zijn spel. Je moet een MMA-partij vechten. Zijn op die avond is een kickboksgala. Er zijn 3 MMA-partijen waarvan Peer er dus 1 is. Hij vecht 3 keer 3 minuten. Ja, hij is de partij voor de pauze. Tegen Danny Hoogling moet Peer vechten.